In deze laatste video over hellende daken leer je hoe je een dakraam in een dakkapel kan toevoegen en bewerken. We doen dit aan de hand van dakramen uit de meegeleverde Victorworks bibliotheek en leren je hoe je zelf aan de slag kan met het buitenraam of deurgereedschap. Starten doen we met het toevoegen van een dakraam vanuit de meegeleverde Velux bibliotheek, te vinden onder objecten architectuur. We dubbelklikken op het gewenste symbool en klikken eenmaal op het gewenste dakvlak om deze te plaatsen. We krijgen nu het dialoogvenster te zien waar we een keuze kunnen maken of dit symbool gebruikt moet worden als basis voor of een dakraam of een dakkapel. We kiezen hiervoor bewerk dakraam. Opgelet, voor dakramen kunnen we enkel 3D-symbolen gebruiken, dus geen symbolen met een 2D- en 3D-weergave. Als je binnen het hulpbronnenbeheer blijft hangen over een symbool, kan je bij type aflezen of dit een 3D-symbool is of een 2D-3D-symbool. Zoals aangeduid geven we eerst de afstand in van het middelpunt van het dakraam tot aan de linkerdakhoek. En als tweede waarde de afstand van het gevelvlak tot aan het invoegpunt van het dakraam. Omdat die dakraam een opening zal creëren in ons dak, kunnen we kiezen voor verticaal, horizontale verticale afschuining of vierkant. We kiezen in dit voorbeeld voor vierkant. Deze instelling kan je trouwens ook op voorhand bepalen via de instellingen van het dak of dakvlak. Bij een dakvlak klikken we op een van de controlepunten van het dak en kiezen we voor loodrecht bij de uitsnijding van de dakopening. Voor een dakvlak vind je deze instellingen in het infopalet. Net zoals we ons dak kunnen bewerken, kunnen we ook elk dakelement bewerken door op het bijbehorende controlepunt te klikken. Stel dat we het dakraam willen wissen, zetten we voor het verlaten van het dialoogvenster het vinkje aan van verwijder element en klikken op OK. Als volgende gaan we een dakkapel aanmaken aan de hand van ons buitenraam of deurgereedschap. Wil je meer weten over deze gereedschappen? Kijk dan zeker naar deze video's op ons YouTube-kanaal of de Victorworks University. Ik plaats eerst het buitenraam vrijstaand in de tekening. Ik plaats het dus niet in een muur. Via het infopalet stellen we de openingbreedte in op 3 meter en de openinghoogte op 1,60 meter. Via instellingen vakken maak ik er 2 vakken van volgens de X-richting. Om dit buitenraam te kunnen gebruiken in een dakkapel moeten we er eerst een symbool van maken. Voor een dakkapel mag het eventueel wel een 2D-3D symbool zijn. We selecteren het raam en gaan vervolgens naar bewerk en dan naar creëer symbool. Het invoegpunt moet in het midden liggen van de geometrie. Dit kan je manueel doen, maar een andere optie is om vanuit een 3D-weergave het symbool aan te maken. Op deze manier kan je kiezen voor het nulpunt van het parametrisch object. Deze zal het invoegpunt in het midden van het volledige raam leggen. Bij invoegen in muur stellen we in dat deze met kapjes moet ingevoegd worden op de aslijn. We plaatsen dit symbool in ons dakvlak en kiezen deze keer voor bewerk dakkapel. In dit voorbeeld kiezen we voor een lessenaarsdak met een breedte van 3,40 meter en een hoogte van 1,90 meter. Fijn is dat we op deze manier nog steeds de instellingen kunnen aanpassen via het gekende dialoogvenster van het buitenraam of deurgereedschap. Dit doen we via het hulpbronnenbeheer. Met een rechtermuisklik kunnen we het 3D-gedeelte bewerken. We kunnen bijvoorbeeld kruisroede toevoegen. Dat kan makkelijk via het infopalet. We verlaten nu onze bewerkingsmodus en zien dat onze ramen in ons dakkapel zijn aangepast. Indien we een dak hebben aangemaakt zonder dakstijl, dan kunnen we via het tabblad rendering kiezen dat de muren van de dakkapel niet meer bepaald zullen worden via de textuur van de klasse, maar wel via een door ons gekozen textuur. Hartelijk dank voor het volgen van deze reeks over het aanmaken van hellende daken en het toevoegen van dakelementen. Kijk zeker ook eens op ons YouTube-kanaal of op de Victorworks University.